fans van YouTubers en welkom bij Cravenger. Het Halloween seizoen is nog niet voorbij en blijkbaar is er hier ook wat te doen dit jaar. In eerste instantie dachten we dat Halloween hier uitgesloten was dit jaar, maar er is toch iets te doen. Dus dat gaan we eens een keer uittesten voor jullie. En om in de sfeer te komen hebben we allebei al een kostuum gekocht hier beneden. Hier is, hier is een shop. Nou ja, en ook al een ride code. Of ja, een ride. Ja, een scorelijst. Inderdaad, vetje. Wat is dat nu? Is dat een geheime kamer of zo? Huh? Wat ja. Bent door dat schilderij lopen. Huh? Welk schilderij? Dat van Gombau. Wow! Waar zijn we? Een disco bar of wat? Waarschijnlijk ben ik dood als ik erin val. Is dat een goede idee? Ja. Oké, ik ga even terug naar de carousel om eruit te geraken. Nu even terug. En dan zullen we zien wat dat doolhof allemaal inhoudt. Ik zie wel een schone klokkentoren in het midden. Ja, vetje. Dus we gaan het doolhof eens ingaan. Even, ik ben er vanaf. Wel coole blokken allemaal. Wacht even, ik kom er ook aan. Ik ben nu bij de doolhof ook. Let's go with the ringworst. Je zus daarmee. Oh, dat zijn hier zombies die op ons jagen. Shit. Zie je niks, man? Oh shit, ja. Volgens mij, er lopen hier zombies rond, geloof ik. Huh? Ik snap het niet. Ja, mensen, dit is heel zielig. Maar jongen, wat is het nut hiervan? Hé, wacht eens. Maar, huh? Wat is dit voor een doolhof, mensen? En die monsters die blijven achter mij, ik kan die niet afschudden of niks. Ik zie hier een deur. Oh, wacht. Dicht doen. Godver. Ah! Ik kan die monsters vermoorden. Ik kan er tegen vechten. Oh, nu pas door. Ja, is een kut. Stoemwerkje. Die een eigen kanker, jongen. Ja, nu zit ik hier vast achter die deur. Volgens mij heb ik mijn eigen ingesloten. Ik zat klem, dus ben gestopt. Ja, mensen, dan gaan we even een ritje op de carousel doen, want die is ook in skeletten thema. Maar wat was dat, mensen? Als het aan mij ligt, moeten we naar die klokkentoren gaan. Nee, ik kan het niet meer proberen, ik zie toch niks. Ah, carouselletje. Ja, mensen. Als je mij vraagt, een dik kakker bent. Ja. Nee. Niet leuk. Maar ja, om er toch geen kutvideo te maken, gaan we een paar attracties doen. Die met Halloween te maken hebben. Dus we pakken Gombau Castle even mee. En ik heb night vision, dus het is daar fucking licht binnen. Yo, what the fuck. Alles is knallicht hier binnen. Oh, komt hier nog? Wat? Wat dan? Daar is hem binnen. Jongen, ik heb night vision, hoe kan dat?
Ik heb onbeperkte night vision. Oké, mensen, we gaan de attractie in volle licht bekijken. Deze keer de toren helemaal verlicht. Ja, mensen, ik moet nog altijd zeggen dat deze beter is dan de echte Mystery Castle. Moest deze echt bestaan. Daar gaan we, hè. Niet hem loren naar beneden met zijn ringpens. Kijk eens naar boven. Hij is hier vierkante koppen, hoor. En dat was de 133ste keer Gombau Castle. 155ste keer. Yes, Isles. Kijk er, Daniel. De laatste upgrade was 100.000, jongen, dus niet proberen. Ja, 100.000, dat zou je graag gespaard hebben, ze. Als ik dat heb, heb ik de laatste hoek binnen. Die is nog hoger. Voor astronautpak heb ik 2000 moeten sparen, nu heb ik 35.000 of zo. Ik heb nu 36.000 en alles. Als ik 100.000 heb, jongen, dan krijg ik 1 coin per minuut bij. Weet je wat? Voilà. Geen pak aan. Content nu? Dan zie ik een kale kak. Ja. Kak op. Je ziet ook een kale kak op, oké. Ik ben nog altijd aan het twijfelen, mensen, even over History Park. Die piraten Dark White. Of ik het een gewone standaard Dark White ga maken, zoals bijvoorbeeld Fata Morgana, dat je gewoon langs scènes vaart, zoals in het echt meestal is. Of ga ik het een attractie maken met een verhaallijn erin. Dus dat je het verhaal in de attractie terugziet. Daar ben ik al een half jaar, nee, meer dan een half jaar over aan het twijfelen. Hij is aan het pijzen, mensen, en er komt ook nog Dieter bij. Dat is van Singapore. I don't think it's the best time. Dat is de soundtrack. Ja, dat zie ik wel. Singapore one day. I don't think. Staat de dingen zo. Dat is allemaal van Pirates of the Caribbean 3 afgeleid in deze attractie. Niet echt geworden wat we hadden verwacht. Irritante maze. Elke snow. Weet ik veel. We weten weer niks, mensen. Verdomme! Aqua Azul. Ik heb vorige nacht een uur langer kunnen slapen, dus niet proberen, jong. Nee, ik heb geen uur langer geslapen. Kom maar, de klok is verzet, man. Ja, en toch heb ik geen uur langer geslapen. Ja, maar Red is ook niet langer geslapen.
kan beter slapen en dan komt er niks uit. Dat split effect, ja, dat werkt tenminste. Perfect. Eerst, hier gaan we de outro doen. Dit was Halloween special. Of ja, Halloween special. Eigenlijk geen vette. Ah. Ambetant doolhof. Ik ben al aangestrakt. En hopelijk gaat dit openen volgend jaar of zo. Wat ik niet verwacht, maar ja. Een paar attracties meegepakt. Dit was weer een video op Cravengers. Dus dit zal de laatste video zijn van het Halloween seizoen. Want normaal ging ik nog naar Bobby Island, maar Bobby Island is terug dicht. Dus Ha, rijdt ook dicht. Ja, negeer dat gewoon. Die is een klap, die trekt op niks. Oké, okay, mensen, zie je later, get it, en let ik binnen vuur en dan zeggen we later. Ciao. Later.